Ja, een hele goede middag. Leuk dat je kijkt naar Nederland Proeft. Het culinaire programma waarin genieten en proeven uiteraard centraal staat. En dit keer staat de uitzending in het teken van vis. En ja, dan kan je wel moeilijk heel mooi in een kerk staan in Delft. Maar wij staan hier op het open water. Nederland, water, vis. En ik sta hier met Matthijs. Matthijs, dank allereerst dat we met de Nederland Proefbak te gast mogen zijn bij jou. In Zoutkamp, wat is Zoutkamp voor een plaats? Dat is heel eenvoudig. Zoutkamp is het centrum van de Hollandse garnaal. Ja? Dit is de enige garnaalopslag van Nederland ook? Het enige echte centrum. Vanuit Zoutkamp speelt zich vrijwel alles af wat te maken heeft met de visserij en de verdeling over Europa. Van het natuurproduct, het oerproduct, Hollandse garnaal. U heeft een bedrijf hier zitten? Een garnalenvisserij bedrijf. U maakt garnalen kroketten. Ja. U doet garnalen ook vangen en pellen. Hoe gaat het in zijn werk, dat pellen? Nou, er wordt 30 miljoen kilo garnalen per jaar aangevoerd. Die hebben een stukschaal van 700 per kilo. Dus het is 30 miljoen keer 700 stuks. Die worden nu nog voor 90%, misschien wel 95%, allemaal met de hand gepeld. Waarom heeft u eigenlijk met het bedrijf besloten om ook voor de garnalen kroketjes te gaan? Ja, dat is eigenlijk een soort prestige kwestie. Dat zijn garnalen kroketten waar ook gepelde garnalen in zitten. Die zie je, die proef je, die smaak je en daar word je blij van. Kunt u iets meer vertellen over het ontstaan van het bedrijf? Want hoe lang bent u al bezig? Nou, dit bedrijf is eigenlijk ontstaan in 1852 met overgrootvader. En van vader op zoon. En wij zijn nu geen garnalenhandelaar meer, maar garnalenafslag. Dus wij ontvangen van 75 schepen de garnalen. Die gaan wij sorteren in onze garnalenafslag. En die worden verkocht aan alle garnalenverwerkers in Nederland en België. Moet u ook handelen volgens bepaalde normen? Wij hebben nu onlangs het certificaat BSR 22000 gekregen. Dat is een vrij streng certificaat. Dat alles in het boekje staat, in en uit en hoe laat en van dit en van dat. Dus dat is wat we hebben. Dat is meer dan wat er wordt gevraagd. Maar natuurlijk doen wij ook mee in de strijd van de voedselveiligheid. En wij lopen er eigenlijk al jaren mee vooraan. Nou, we meren zo aan. Ik zie hier een fantastische gevel eigenlijk van verschillende huisjes. Allemaal verschillende kleuren. Ja. Heeft dat een speciale betekenis? Ja, dat is ook zo ontstaan. Hè? De wereld is eigenlijk donker en zwart genoeg. Dat is waar. Wij dachten, wij gaan fleur in het leven brengen. Jullie heten Nederland Proeft. En wij zeggen, Zoutkamp leeft. Amen, zou ik bijna zeggen. Bijna wel. Ja, nu zie ik de chefkok al staan, Ed Hoogendijk. Zullen we hem verrassen met wat garnalen kroket en garnalen? Nou, dat lijkt me een goed idee. Ja? Ja. Helemaal top. Kunt u wat missen dan? Voor dit doel graag. Nou, het zonnetje erbij. Ja, wat dacht je? Apart besteld. En ze luiden de klok, hoor ik. Mooi. Fantastisch. Chef! Mooie. Hey! Hey. Locatie of wat? Delft was mooi, maar dit heb jij goed geregeld, hoor. Dankjewel, jongen. Ja. Dat is Matthijs van de ploeg. Dan Matthijs. Ik ben Ed. Hallo. Matthijs. Kijk eens, een mooie verse garnalen. Kan je daar wel mee? Gekookte garnalen. Garnalenkroketjes. Kroketjes. Ja, daar kennen we wel mee, Winston.